Goedenavond iedereen, van harte welkom op de installatievergadering van de verschillende raden van de gemeente Goeiland. Openbare zitting, punt 1, kennisname van de geldige verklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Wij hebben een schrijver gekregen van de voorzitter, zeggende in artikel 1 het proces verbalen van het gemeentelijk hoofdbureau van Goeiland, houdende vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers werd juist bevonden. De verkiezingsuitslag wordt geldig verklaard. Zover puntje 1. Puntje 2. Kennisname van de afstanden van het mandaat. We hebben twee schrijven gekregen op 13 december 2012 van de heer Pieter Ruiz. Geachte heer gemeentesecretaris, op 14 oktober 2012 werd ik herverkozen als gemeenteraadslid omwille van persoonlijke redenen die ik mij genoodzaakt om hiervan afstand te doen. Kan u het nodige doen om mijn opvolger aan te stellen als gemeenteraadslid voor de volgende legislatuur? Alvast bedankt voor de fijne samenwerking de afgelopen 6 jaar. En op Goeilaag 3 december een schrijven van de heer Henri van der Linden. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in ons leden werd ik verkozen tot gemeenteraadslid. In toepassing van artikel 9 van het gemeentedecreet wens ik u mededelen dat ik afstand wens te nemen van mijn mandaat als gemeenteraadslid. Mag ik u verzoeken dit ter kennis te willen brengen van de gemeenteraad en het nodige te willen doen voor de uitnodiging van een opvolger op de installatievergadering. Ik dank u daarvoor, ja. Ook achtend Henri van der Linden. Tot zover de afstanden van mandaat. Puntje 3. Mededeling van de benoeming en eetaflevering van de vormes. Een schrijver van de heer Bourgeois. Geachte collega, ik heb het genoegen u mede te delen dat de heer Tien van den Put tot burgemeester werd benoemd. Als bijlage vindt u een afschrift van dit besluit dat eerstdaag in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Bij deze het besluit. Burgemeester, proficiat. Puntje 4. Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie van de gemeenteraadsleden en eetaflegging. We gaan de eetaflegging alfabetisch laten verlopen. De administratie heeft alle nodige stukken onderzocht en al deze stukken zijn ontvankelijk verklaard in die orde. Dus wij kunnen de eetaflegging laten plaatsvinden. Ondertussen toont de tekst. De tekst ligt ook hier nog. Dus de tekst, ik zal het even voorlezen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Is de eed dat u in mijn handen mag afleggen. We gaan dus alfabetisch te werk. Ik nodig dus als eerste niet-gemeenteraadslid uit de heer Marcel Baten. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat goed na te komen. Bedankt. Dan mag je ook komen de akte van eetaflegging ondertekenen. Bedankt. Zijn we gekomen aan de heer Steven Koppers. De verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Dank u. Dank u wel. De volgende in de rij is mevrouw Eva de Bleker. Mevrouw Daphne Kalekop.
van mijn mandaat trouw na te komen. Dank u wel. De heer Robbie Kuns. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Dank u wel. De heer Luc Meega. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Laatst heb ik de heer de eendag te leggen in de handen van onze burgemeester. Ja, ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Op respect en ik zal zeker ook voor jullie het respect betonen dat jullie verdienen. Ik wens jullie alle succes toe te komen.